DNA-leden hebben vandaag tijdens de openbare vergadering de problemen in het onderwijs aangehaald. Vanaf de start van het schooljaar 2020-2021 hebben onderwijsinstellingen zich moeten aanpassen aan de coronacrisis. Daarnaast rijdt het openbaar vervoer nog niet optimaal en zijn enkele scholen in het binnenland nog steeds gesloten. VHP-parlementariër Mahinder Joggi wil informatie over de status van studiefinancieringen bij de Nationale Ontwikkelingsbank. Maar ook was er door de regering Venetiaan een studiefinanciering in orde gemaakt bij NOB, voorzitter. En ik ben eens met de fractieleider aan de overzijde dat we moeten investeren in onze jongeren, dat we moeten investeren in onze kinderen, voorzitter. En zie daar, die investering die was gepleegd bij de NOB, dat ouders een lening konden aangaan, studenten een lening konden aangaan. Voorzitter, kan de regering mij vertellen wat de status is van de leningen, de studiefinanciering bij de NOB-bank, voorzitter? NDP-parlementariër Claudie Sabayo zegt dat haar district Marowijne nog steeds kampt met een tekort aan vakleerkrachten en schoolboeken. Ze krijgt bijval van ABO-parlementariër Dinota Voswijk uit Sipaliwini. Ik vraag uw aandacht voor de bovenbouw. Het gaat om de bovenbouw via u aan de minister. Natuurkunde en wiskunde, daar hebben we een tekort. Het avondmulo kan ook nog niet opstarten, omdat er een tekort is aan leerkrachten. En dat is voor de vakken Spaans, tekenen, geschiedenis, wiskunde en Engels. Dan wil ik het speciaal hebben over de internaten, met name internaat Vos. In Vos internaat vangt de studenten op van de middelbare scholen, met name meestal studenten die uit het binnenland komen. En helaas, tot nu toe is het nog niet geopend. Er is nog geen zicht. We weten niet wanneer het de internaat zal starten. Er is ook geen nieuwe inschrijvingen. Ik word dagelijks gebeld door studenten die geen opvang hebben. Dus ik vraag van hieruit naar de minister hoe verder en wanneer het internaat dan open zal gaan. Tot zover een fragment van de discussies over de problemen binnen het onderwijs vandaag tijdens de openbare vergadering van de Nationale Assemblée.